Welkom bij de Food & Agri Business Update van deze week. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het CETA-verdrag. Het wetsvoorstel waarin het handelsverdrag tussen de EU en Canada wordt geregeld, kreeg een meerderheid. Zowel linkse als rechtse oppositie waren fel tegen. Ze hekelen dat Nederland met dit verdrag producten kan importeren met lagere standaarden dan uit eigen land. Dit zou tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden. Friesland Campina heeft in het afgelopen jaar 284 leden zien overstappen naar een andere zuivelverwerker. Niet eerder vertrokken zoveel leden in één keer door gebruik te maken van de vertrekregeling die was ingesteld na de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. Topman Hein Schumacher uitte in september al grote zorgen over het grote aantal vertrekkende leden. Nederlandse consumenten vertrouwen voedingsmerken meer als deze transparant zijn over duurzaamheid en aandacht hebben voor het klimaat. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van de Zweedse producent van kartonnen verpakkingen Tetra Pak. Bij de aanschaf van voedingsmiddelen geeft 56% van de 1500 onderzochte consumenten aan dat zij de voorkeur geven aan merken die zich inzetten voor duurzaamheid. Wat deze inzet dan precies moet inhouden, is niet onderzocht. Wil je meer weten? Klik dan op de links onder deze video.